Ja, Kozakkenbosch mag deze wedstrijd natuurlijk niet verliezen. Ook al is dan sterspeler Ahmed Mendes Morera geschorst van Nuland. Daardoor op het middenveld. Die stuurt Gari weg. El Azouti. En die had daar bijna nummer 20 van het seizoen te pakken. Ahmed El Azouti, het goudhaantje van Kozakkenbosch. Goeie voorzet van Gari. Die nadrukkelijk flirt met clubs in de Jupiler League. En zeer waarschijnlijk gaat vertrekken bij Kozakkenbosch. Schmid dan. Met de kans voor Achilles. En die speelt de bal te ver voor zich uit. Waardoor Richard Arends kan redden. Maar dan had Achilles zomaar op voorsprong kunnen komen tegen Kozakkenbosch. Voor hem, Kevin Schmid. Het is natuurlijk een ongelijke strijd tussen Kozakkenbosch en Achilles. Het gros van de spelers van Achilles speelde voor de winterstop nog in jong Achilles. Strijdend tegen degradatie uit de hoofdklasse. Nu moeten ze een club redden. Die strijdt tegen degradatie uit de tweede divisie. Twee klassen hoger en dat is geen doel. Ahmed El Azouti brengt Kozakkenbosch dan ook binnen 10 minuten op 0-1. Dit is wel nummer 20 van het seizoen. Montero. Die is zijn man kwijt. Probeert het dan met buitenkant rechts. En dan blijft Kozakkenbosch in balbezit via Pires Tavares. Rooyendijk steekt zijn hand uit, maar dat had niet gehoeven op de inzet van Everton Pires Tavares. Hij blijft op 5 doelpunten staan dit seizoen. En hier is hij weer. En hij blijft nog op 5. Omdat Rooyendijk daar de hand tussen zet. El Azouti heeft het been te hoog. En zo blijft het lang 0-1. Mag Achilles lang blijven hopen op een wonder. Maar dit is een ander wonder. Een schitterende paas op Ahmed El Azouti. Ja, dan is het nog mooier als hij hem in één keer afmaakt. Maar zo is het ook goed. Goeie aanname. Rooyendijk kansloos. Ja, die haalt zijn handen thuis. Dat is wijs. Rood en een penalty zou het gevolg kunnen zijn. Nu is 0-2 het gevolg. Ja, dat zijn ze bij Achilles zo langzamerhand wel gewend. Gari. Stout. El Azouti kiest weer positie en krijgt dan de bal. Hoe hij hem krijgt, krijgt hij voor zijn voeten. Maar hij ligt er weer. En El Azouti is dan de man die scoort. En die Marciano Mengerink misschien nog wel gaat bedreigen als topscorer in de tweede divisie. Want dit was nummer 22. 0 tegen 3 door een doelpunt van Sunmes. Sunmes in de ploeg gekomen. Stuurt Stout weg. El Azouti wil hem alweer hebben. En krijgt hem ook door een misser bij Achilles achterin. Dit is een goede redding van Rooyendijk. Krijgt El Azouti nog een kans. En weer ligt Rooyendijk in de weg. En zo blijft het tellen voor zowel El Azouti als Kozakkenbosch op 3 staan. Het is genoeg om zich te handhaven op de tweede plaats. Maar de arts is niet te benijden. Hij gaat met Achilles binnenkort definitief de gang naar de derde divisie maken.